Thank you.
Thank you.
zwakheid van uw vlees. Evenals gij namelijk in het verleden uw ledematen als slaven in dienst hebt gesteld van onreinheid en ongerechtigheid om kwaad te doen, zo moet gij thans uw ledematen als slaven in dienst hebben van gerechtigheid om heilig te worden. Want in de tijd dat gij slaven waart van de zonde, stond gij niet in dienst van de gerechtigheid. Maar wat voor vrucht had gij toen van datgene waarvoor gij u thans schaamt? Het einde immers daarvan is de dood. Thans echter nu gij vrijgemaakt zijt van de zonde, maar slaaf zijt geworden van God, nu hebt gij als vrucht ervan dat gij heilig wordt. En tot slot het eeuwig leven. Want de slavernij van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer. Zo verwoorden van de wisten. En het heilige evangelie van onze evangelist Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: wees op uw hoede voor de valse profeten. Want zij komen tot u in schaapskleren, maar van binnen zijn het roofvuurige wolven. Aan hun vruchten kunt gij ze kennen. Kan men wel druiven plukken van doornen of vijgen van distels? Zo draagt iedere goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. En een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal worden omgehakt en in het vuur geworpen. Dus aan de vruchten kunt gij ze kennen. Niet ieder die tot mij zegt: Heer, Heer, zal het rijk van de hemel binnengaan. Maar alleen hij die de wil volbrengt van mijn Vader in de hemel. Hij zal het rijk van de hemel binnengaan. Zoveel woorden van het heilige evangelie. De plechtige hoofdmis, de eerste heilige mis van onze provinciant, de mis Victor Pasicnik, zal voor u allen opgedragen worden, dus op Popolo. En na de mis geeft onze nieuwe mis de primitie, dus de zegen van de eerste mis, met zo u wil, als u er gebruik van maakt, volle afvaart. Dus aansluitend aan de mis. En dan voor de volgende zondag, zie ik pas op, het is dan al de 15e juli, gewoon om 5 uur, de namiddag, de hoofdmis van de 8e zondag na Pinksteren. En dan voor de collecte. We hebben in Leiden gecollecteerd van onze neomist. We doen hier, houden hier de collectie voor de kerk. Begrijpt, deze kerk heeft het vaak nodig. Wat u zelf nog wilt geven aan onze neomist, dat is vrij blijvend. Is voor u welkom ook. We hebben weer hem straks toesteken aan de loodjes of bijdragen. En dat is ook van harte welkom. Maar in de mist collecteren wij gewoon nog voor de kerk, voor de Wittenborde kerk. Het schitterende kerkgebouw dat we moeten onderhouden. En dan bidden wij op het gebed voor de geestelijke oefeningen. Komende week, de nieuwe week in Antwerpen, bidden we over het jongenskamp. En dat van start gaat deze avond. En ja, nu we toch aan bidden zijn, we vergeten onze zieken niet. Ik denk nog eventjes aan Wilfried. Wilfried Bommers is er misschien. Maar hij is er niet. Hij is wel bedoeld, Wilfried, voor de nodige sterkte. En genezen. En dan nodig ik u uit, ligt dat verder in het verschiet voor 4 augustus, 17 uur op zaterdag, 5 uur in de namiddag, voor het concert van de Duits sprekende, Nederlands sprekende jeugd, in verband met de Koorbogen 2018. Dat is een heel mooi geestelijk concert dat hier dan uitgevoerd gaat worden en u bent van harte welkom. En om voor de communie, ben ik nog eventjes herinneren dat alleen die die dus katholiek zijn, en anders komt als die katholiek zijn die een zware zonde dicht hebben, dus regelmatig dichten, die ook enigszins nuchter zijn, dus 3 uur voor de communie bevelen aan voor vaste spijs en een uur voor drank. Niet alcoholische drank, want voor alcoholische drank gaat ook 3 uur, en dat gaan wij aan. En bij de rijke communie
uitsluitend uit op de tong wil te doen. Dat is zoals wij doen. En dus voor u niet vereist, al zeggen wij dat priesters dat nog maken, dat we ook katholiek praktiseren moeten. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Die waren neomist, Victor, Passisnik en die waren verlinden, die waren fraters. Die waren moeder ook van de neomist, die waren gelovigen. En dank u wel dat u gekomen bent naar deze plechtige mis van onze neomist, Russische neomist, die zo goed willen zijn om naar Nederland te komen. En Premiet, de eerste. De mis is zo waardevol en daarin zenden en er verschrijden naar schoenen voor. Ja, om de mis van de mis deel te kunnen nemen of de premietzegen te ontvangen. De zegen van knieuw bij de priester. Wij vragen vandaag in coronatie van deze zondag al wat ons schade kan af te keren. En we vragen ook al op ons geven wat ons zalig is. Heeft God in zijn wijze beschikkingen hiertoe niet het priesterschap ingesteld? Laat wij nu een neomist in Nederland op bezoek hebben, onder ons hebben, onze aandacht weer eens richten op het priesterschap, vooral om het in Gods licht te beoordelen. De priester moet een man God zijn. Niet alleen dat hij theologie heeft gestudeerd, hij moet in een innere band met God leven. Hij moet wat van God is en de mensen doorgeven. Hij moet de openbaring, de wet onderrichten, de mensen op de juiste weg houden die naar de hemel leidt, de mensen heiligen door de sacramenten, door zondevergeving en de genade van God die heilig maakt. Met hier waren voor de mensen die in het algemeen graag rond het gouden kalf dansen, is de priester al snel de boeman. Zoals een God veelal de boeman is. Hoewel hij alleen maar buitengewoon goed is en het goede met ons voor heeft. De priester is geroepen en heeft een taak van God. Hij moet de mensen dus van God geven. God geven. En niet zichzelf. En wat nu opvalt met hieraan is dat men niet alleen in de moderne katholieke kerk, maar ook wel onder de traditionele katholieken, over de priester als volgt wordt spreken. Wij hebben een goede priester. Hij is een tof kerel. Iemand van de moderne kerk hoorde ik zeggen dat de priester heel erg goed was, omdat hij mee tenniste. Nou, men heeft een zeer natuurlijke visie op de priester gekregen, die dus op handen geladen wordt als hij met allerlei dingen meedoet die niet bepaald priesterlijk zijn. Priester mag natuurlijk tennissen, maar daar ben je ook daarom ben je nog niet zo goed priester. Hij is in ieder geval ook in. Als hij nogal toegevend is. Met hieraan, men hoort regelmatig dat een parochiaan heeft gebroken met de kerk, omdat de pastoor tegenover hem of haar verkeerd geweest is. Dit was getuigd zo'n actie van kortzichtigheid. Maar dit toont anderzijds ook wel aan dat een priester op zijn tellen moet passen. En dat hij uitkrijgt wat hij zegt en hoe hij het zegt. Deze dingen gebeuren omdat men in de priesterdienst niet meer of veel te weinig de vertegenwoordiger van Christus is. Het ambt van het priesterschap van Christus. Hij niet van hen die ons het priesterschap heeft gegeven. En wat vooral nu ook opvalt, is dat kerkvijandige gezinde mensen een priester in de fout gaat nemen als beeld van alle priesters. Natuurlijk lijken de priesters daarop. Alsof men een heel leger zou kunnen beschuldigen van ontrouw wanneer een soldaat zich eraan heeft schuldig gemaakt.
Trouwens, bij die waren, zij doen dit niet alleen met de priesters. Iedere katholiek die een slecht woord heeft, kunnen ze dat maken om de kerk af te houden. Een man die graag ten hierin en hem echt genoeg van had dat zijn buurman voortdurend over dit onderwerp kon spreken en de kerk bekladden, nam hem eens mee in zijn moestuin waar hij enkele afgevallen vormsteken van appels liet zien. En hij vroeg, waarom zouden die afgevallen zijn, denk je? De buurman antwoordde, omdat ze vormsteken zijn natuurlijk. Zou die appelboom dan niet waard zijn, meen je, omdat enkele vruchten het niet hebben gehaald? Oh nee, meende de ander. En toen volgde de les. De beste, in alle lagen van de maatschappij, in alle kringen, treft men altijd leden aan die niet deuren. De kerk is de mooiste instelling die bestaat. Zij is een wonderbare en vruchtbare boom. Maar beoordeel haar niet naar de vruchten die afvallen. Toch naar die welke blijven hangen en rijpen. En dan is het ook zo wat de heilige Johannes Chrysostomus zegt. Iedereen wil de priesters oordelen alsof zij niet bekleed waren met het vlees. Alsof zij niet met mensen aan duur bezaten, maar engelen waren. Vrij van alle zwakheid. Paulus zegt in Romeinen 5:1, de priester wordt uit de kring van de mensen genomen en de waarde van de mensen aangesteld voor hun betrekkingen tot God, om gaven en offers te brengen voor de zonde. Uit de kring van de mensen genomen. En het is een eer voor ons en de priester. Maar ook een hoge verplichting. Wat een eer voor ons allen, wanneer wij naar de waarheid en de macht van de priesters zien. Een engel zou een priesterlijk ambt als de hoogste onderscheiding moeten voelen. En God kiest iemand uit ons midden. En nu, onze Russische vriend Victor, een mens. En de reden geeft ons eigenlijk Paulus in Hebreeën 2:16, niet engelen trok hij zich aan, maar Abraham's zaad trok hij zich aan. Het is tegelijkertijd geluk voor ons. De priester is een mens op de mens. Hij begrijpt ons en is ons nabij in alles. Van Christus zegt Paulus verder en daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders. Omdat hij in hun betrekkingen tot God een barmhartig en getrouwe hoge priester zou zijn. De priester is uit de mensen genomen. En daarin ligt mijn dierbare en heilige verplichting voor hem en voor ons allen. Voor hem de verplichting tot een heilig priesterlijk leven. En zoals we lezen in Leviticus 21:6, de priesters dragen de spijs op van hun God. Daarom moeten ze heilig zijn. De priester moet een roeper, desnoods een eenzame roeper zijn. Een roeper tussen hemel en aarde. Een vriendelijk waard. Een voorbeeld voor de mensen uit wie midden hij getrokken genomen is. En voor ons allen betekent dit de verplichting, dit uitgenomen zijn van de priester, te eerbieden en in ere te houden. Zo zegt het boek Ecclesiasticus, hoofdstuk 7, vers 29 en volgende: heb vrezen voor God met heel uw hart. En eerbied voor zijn priesters. Bemin uw schepper met heel uw kracht. En laat zijn dienaars niet in de steek. De priester is ten bate van de mensen aangesteld. Een hoogambt. Al in het oude verbond. En Paulus spreekt erover. Hoeveel te meer in het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat de taken van de priester zo machtig heeft vermeerderd en verhoogd. De voornaamste taak van de priester.
slecht schuldig leven dan de priester, of hij soms ook slechte neiging heeft, maar naar de kracht van Christus, waardoor hij de sacramenten toedient. En hier, zo eerlijk als dit is, zo zwaar is het ook, om de eis te vervullen. Want ook de priester is een mens en staat onder de wet van de begrensdheid van zijn wezen. Er staat een mooie afbeelding die de zin van het priesterij en van het hele priesterleven op een eenvoudige, maar ontroerende wijze zichtbaar maakt. Op deze afbeelding ziet men een jonge neomist die op het ogenblik van de consecratie de kelk met het bloed van de verlosser opheft. Op hetzelfde ogenblik maakt de gekruisigde Christus zich los van het kruis dat zich achter het altaar bevindt en zet met zijn doorboorde handen de priester zijn doorkomen op het hoofd. Alsof hij wilde zeggen, u bent priester in eerderheid, neem dan ook deel aan mijn offerlijden en draag de kroon die ik u geef. Zij zal vaak zwaar op uw hoofd drukken en u zult de wonden voelen die zij u toebrengt. Maar deze wonden zullen eens verheerlijk stralen zoals mijn verlossers wonden. Als u de kroon moet houden tot het einde toe gebracht. Deelname aan het priesterschap van Christus betekent deelname aan zijn leven en lijden. Beste Victor, de binnende priester krijgt kracht, vooral door de heilige mis. En heeft het nodig. Want hij heeft een bijzonder kruis te dragen. Het kruis van het priesterwerk onder de mensen. Het van alles meebrengt, veel vreugde ook. Maar naast vreugde, lijden, offers, teleurstellingen. Teleurstellingen die de priester in zijn werk van de ziel moet beleven. Van een soort misverstanden komt er tegen tegenstand. Hij maakt Christus ondervond het ook. Miskenning, verdachtmaking, last. En dan de troefheid in hen die ondanks alle moeite verloren dreigen te gaan, dus van te kunnen weglopen. Maar het is juist het aanvaarden van dit kruis wat zijn werk, het werk van de priester zo vruchtbaar maakt. En daar ligt, met dierbare die mist, daar ligt zijn troost in het kruis. De blik van de priester moet naar Christus gericht zijn, niet naar de wereld, maar Christus. En dan zal toch de vreugde, ondanks alles, de vreugde zal hem toch overheersen. Hij zal nooit opgeven. Met hieraan laten wij in de priester Christus zien. Laten wij in hem het priesterschap van Christus eerbieden. Hij, de priester, is al op al onze schade kan af te leren. En ons te geven wat ons zalig is. Bidden wij voor de priesters. Bidden wij voor onze nieuwe priester, onze neomist. Vooral tijdens de consecratie van de mis. Deze consecratie van de mis. Alle consecraties van de mis. Bidden wij voor de priesters. Ondersteunen wij. Dan ontvang de zorg bij de geest. Thank you.
Oh.
Så.